Het is Bo van Erve Dorens na jaren en jaren gelukt om een documentaire serie te maken in een asielzoekerscentrum, bij ons op het AZC. Het betreft een programma voor de publieke omroep en Bo is er als producent bij betrokken. Hij mocht er gisterenavond, samen met de andere makers, over vertellen aan tafel bij Khalid Sophie. Bo ergert zich aan het debat over asielzoekers in ons land. Wat is een term binnen dat hele debat over asielzoekers waar jij niet zo goed tegen kan? Vraagt presentatrice Sophie Hilbrand hem op een gegeven moment. Daar kan Bo duidelijk over zijn, uh, nou, überhaupt het woord, spreiding. Dit zijn mensen die zijn gevlucht, die hebben echt alles achtergelaten en de meest vreselijke dingen meegemaakt. Er zijn misschien ook mensen die dan, dat noemen ze gelukzoekers, dat vind ik ook een heel nare kreet. Maar die moeten we dan spreiden. Het is een ongelooflijk, ranzig woord, vindt Bo. Het is net alsof je het over vee hebt. Het is gewoon walgelijk, en de manier waarop heel veel van die mensen worden opgevangen is ook walgelijk. Dat komt omdat de politiek heel erg achterblijft. Hoe zou Bo er eigenlijk tegenover staan als er een AZC wordt geopend in zijn eigen Amsterdamse grachtengordel? Sophie vraagt het hem op de man af. Ik neem aan dat jij eigenlijk denkt: zo'n AZC bij mij in de straat, kom maar door. Dan begint Bo te wijzen naar Bloemendaal. Nou, nu heb je dus de noordelijke provincies die eigenlijk alles moeten oplossen. Ik kom zelf uit Bloemendaal. Ik zou zeggen, jongens in Bloemendaal, een asielzoekercentrum zou jullie goed staan. Dan zie je ook eens een asielzoeker van dichtbij. Sophie, jij pakt nu ook even de camera, maar serieus, Bloemendaal is er gewoon uitgelicht, hè? Daarover hebben we kunnen lezen dat de mensen daar echt niet zitten te wachten op een asielzoekercentrum. Jij kent mensen in Bloemendaal. Je hebt nu binnen kunnen kijken en er lopen allemaal mensen met hart en ziel. Bo en zijn collega wijzen erop dat onbekend onbemind maakt en dat asielzoekers vaak ook vrijwilligerswerk doen in de buurt. Sophie, wees er niet bang voor, is toch een heel duidelijke boodschap? En er moeten toch mensen opgevangen worden? Bo, ja, dat is de afspraak. En we moeten ook niet doen of er honderdduizenden zijn. Het zijn er op dit moment 50.000. Bloemendaal is volgens hem een geschikte locatie voor een AZC. Ik ken daar mensen. In één villa kun je er gewoon al 10.000 kwijt, grapt hij.